tijdens de vergadering van 1 september, dinsdag 1 september, heeft de gewezen vicepresident Adin hier in uw college gesproken over de uitverkoop van natuurlijke hulpbronnen van de staat Suriname. Ik heb de vergadering toen beloofd onderzoek te zullen laten instellen ten einde hierin het parlement te staven hoe in de laatste dagen van zijn kabinet, kabinet Bouterse Adin, uitverkoop is gehouden van natuurlijke hulpbronnen. Meneer de voorzitter. Ik heb de minister van natuurlijke hulpbronnen gelijk de nodige instructies ter zake gegeven en het resultaat is hier, voorzitter. Ik wil het met uw parlement delen. Ik wil uw parlement laten zien hoe mensen overnight mijnbouwrechten hebben gekregen van de regering Bouterse Adin van, want dat is pas uitverkoop. Meneer de voorzitter, ik heb een lijst hier waar iemand een mijnbouwrecht op 9 juli 2020 heeft gehad, mijnbouwrecht heeft gehad. Want wanneer dat gaat krijgen, dan moet je eerst een aanvraag hebben ingediend. Dan tot mijn verbazing is die aanvraag of de indiening geschiet pas in augustus. 9 augustus. 31 dagen nadat die persoon zijn mijnbouwrecht heeft al gehad. Meneer de voorzitter. En dat gaat over GMD nummer 783/20. Als ik verder kijk naar die lijst, meneer de voorzitter, dan kan ik mijn ogen niet geloven dat ook in dezelfde trend iemand krijgt een mijnbouwrecht in januari, 21 januari, en hij dient in pas in 14 februari 2020. Dat betekent dan, kan ik hieruit constateren dat men wilde antidateren en niet goed heeft gekeken en dat men natuurlijk deze fouten gaat maken. Dan hebben we ook, dat is 24 dagen later nadat hij zijn rechten heeft gehad, meneer de voorzitter, dient hij pas in. We hebben ook gevallen, er zijn dan in ditzelfde trend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mijnbouwrechten gegeven op 21 januari, terwijl die al deze mijnbouwrechten pas in februari is ingediend. Dan ziet u hier, en het gaat niet over een klein stukje grond, maar het gaat over een heel groot stuk land, meneer de voorzitter. We zien ook dat op 4 juni 2020 twee mijnbouwrechten zijn gegeven. 4 juni en 11 juli. En die van 4 juni is pas ingediend op 5 juni. En die van 11 juli is ingediend op 12 juli. Dus je krijgt je mijnbouwrechten, dan pas mag je, dus je krijgt het eerst, je mag komen, je krijgt het en dan pas mag je gaan indienen. Dus zo zijn die zaken. En er zijn nog veel meer. Ik heb hier meer dan 30 die dezelfde status hebben, meneer de voorzitter. Ik vraag me af, hoe kan dit? Maar in ieder geval, ik heb je een beeld gegeven van, maar er zijn heel veel die op zulke dubieuze wijze zijn verstrekt. Heel veel. Als ik dit moet oplezen, dan ga ik nog langer hier staan. Maar in ieder geval, ik heb een lijst hier, ik kan het u ook straks overhandigen. Voorzitter, en op deze lijst, voorzitter,
zult u zien dat mensen bijvoorbeeld op dezelfde dag, dat heb ik al gewezen in mijn boek. Wat u nu ziet op deze lijst, meneer de voorzitter, maar wat duidelijk te zien is in het geautomatiseerde systeem, is dat zelfs in de nachtelijke uren, zelfs op 1 juli, terwijl alles kantoren, lantikantoren tapu, worden ook zaken ingediend. Kunt u dat voorstellen, meneer de voorzitter? Want als u in het automatische systeem kijkt, dan kan je ook zien hoe laat die persoon heeft ingediend en welke dag. En gelukkig hebben ze die niet alles meegenomen, waardoor we dat niet zouden kunnen stressen. Maar we kunnen gewoon alles zien. En dit vind ik, meneer de voorzitter, wanneer men praat over uitverkoop van natuurlijke hulpbronnen, dan dit is een model. Meneer de voorzitter, de instructie dan aan de minister van NH is om deze rechten in te trekken, meneer de voorzitter. En de tijd te nemen zaken grondig te onderzoeken. En indien blijkt dat aanvragers voldoen aan de voorwaarden, zullen zij een nieuwe beschikking tegemoet mogen zien. Dat belooft deze regering aan de gemeenschap. Maar wanneer zaken niet correct is, dan blijft het ingetrokken. Meneer voorzitter, ten aanzien van de scalians, het volgende. Er zijn scalians actief op de boven Saramaka rivier, het Stuwmeergebied en langs de Oostgrens. Jarenlang is een gedoogbeleid gevoerd ten aanzien van de scalians langs de Oostgrens, meneer de voorzitter. En ten aanzien van het Stuwmeergebied en Saramaka rivier is de overheid zelf ertoe overgegaan om afspraken te maken en deze vast te leggen. Voorzitter, ik geef u als voorbeeld een geanonimiseerde beschikking met een scalian-eigenaar getekend op 9 mei 2019 door de toenmalige minister van NH, minister Dodson. Dat betekent dat een paar dagen voordat hij afzwaait, want hij is in mei, denk ik dat hij heeft afgezwaaid, tekent hij ook overeenkomsten met scalians. Dan wil ik u hier zeggen, kijk, voorlezen, het voorhouden, heeft besloten het rechtspersoon gevestigd aan hierna te noemen de belanghebbenden eenmalige toestemming te verlenen voor het eenmalige exploreren in Mamaini gebied ten noorden oosten in het Sara Creek gebied ten zuidoosten van het Brokopondo Stuwmeer te rekenen vanaf 15 mei. En wanneer is hij, ik weet niet welke, wanneer hij weg is 16, ik denk 16, no? Hij is toch 16? Ik denk dat hij 16 mei is afgezwaaid. 15 mei 2019 tot 31 december 2021. Voor een periode van 2 jaar en 7 maanden. Op het gedeelte van het Stuwmeer, begrensd door het Mamaini-gebied ten noordoosten en het Sara Creek-gebied ten zuidoosten van het Brokopondo-Stuwmeer, gelegen in het district Brokopondo. Voor te bepalen dat voor de aanvraag van de werkzaamheden het hoofd van de enzovoorts. Maar in ieder geval, dan ziet u dat 1 dag voordat die meneer
geen minister meer is, dat hij toch nog Suriname of ons, de gemeenschap in problemen zet met Scalien. Dan bindt hij de regering. En dan, we kunnen zeggen van morgen mag je inpakken, maar dan heb je ook juridische consequenties. Dus de minister is daarmee bezig. Wel nu, de regering zit er namens het volk van Suriname en we weten wat leeft in de gemeenschap over deze kwestie. Het besluit is dat het gedoogbeleid van de afgelopen 25 jaar op de Marwijnen en de Lauwe Rivier, wij die niet gaan voortzetten. Met deze Scalians-eigenaar zijn er ook geen werkafspraken gemaakt door de vorige regering. De toestemming gegeven aan de Scalian op de andere waterweken en het land wordt verder onderzocht, meneer de voorzitter. Tegelijkertijd kijkt de minister van NH ook naar de juridische kant van de zaak. We praten over een toestemming die gegeven is tot 31 december 2021. Meneer de voorzitter, in elk geval is de minister van NH in gesprek met alle Scalianhouder om na te gaan hoe we toch voor 31 december 2021 de activiteiten kunnen beëindigen. Meneer de voorzitter, vaststaat dat de toestemming niet verlengd na 31-2021. De minister van NH is thans in gesprek met Scalianhouder en na deze gesprekronde zal hij rapporteren aan de regering over de stopzetting van deze activiteiten. Meneer de voorzitter, dan heb je dat ook gehoord wanneer men praat over uitverkocht van natuurlijke hulpbron door vorige regering, kan ieder de samenleving ook hun eigen conclusie trekken. Meneer de voorzitter, ten aanzien van het kabinet van de vicepresident mag ik zeggen dat in 2015 69 personeelsleden waren. 69. In 2020 zijn er in totaal 148 personeelsleden. Niet klaar. En ook 85. Ook zijn er op de begroting van kabinet vicepresident 85 personeelsleden bij de SRS. Als je totaal telt, dan komt u in de buurt van niet exact 200, 355. Dus dat wil ik ook meegeven, dat men van 69 is gegaan naar 148 plus 85. Meneer voorzitter, ik wil het hierbij laten, omdat de president duidelijk de koers van deze regering heeft aangegeven, waar wij staan en waar wij naartoe willen gaan.